Welkom bij Meerbeek Caravans en Campers in Doetinchem. Het kampeerseizoen staat op losbarsten. We hebben een bomvolle showroom staan met allemaal splinternieuwe modellen van LMC, van Detlef, van Hobby. En vandaag hebben we een mooi model binnengekregen, een one of a kind. Een LMC Cruiser 732, 140 pk met een 9-traps automaat, met meer dan 30.000 euro prijsvoordeel. Hoe is dat mogelijk? Hij heeft net 1000 kilometer gelopen, modeljaar 2023, we zitten nu begin 2024. Ik zal hem eens uur even laten zien. Pak je kans. De LMC met kenteken R014RL. Wordt dat de camper van u? Die Cruiser 732. Ik zal ze even een kleine update aan de buitenkant laten zien. We zien hier een mooie grijze cabine. Super chic afgewerkt bij het half integraal van LMC. Wat is dat het unieke van die LMC Cruiser modellen? Die hebben een hoogte van 2,69. Het is een wagen met als het ware een soort van dubbele bodem. Dus heel veel apparatuur is in de bodem weggewerkt. Hij is laag. Dat is heel gunstig voor het weggedrag. En deze is gebouwd op die nieuwe Fiat Ducato 8. Het nieuwste model van Fiat. Met dat moderne dashboard erin, wat digitaal is. 140 pk, 9-traps automaat. En die verlaagde garage, maar daar komen we dadelijk even terecht. Als we het er langs lopen, wat zien we hier in de zijkant? We zien een mooie, ranke cappuccino. Hier is inderdaad die hoogte dus onder die 2,70 houdt, 2,69 hoog. Wat heel gunstig is voor de wegligging. We zien hier sidebars daar heel makkelijk in de wagen. Als je stapt op naar binnen wilt, kun je de voet opzetten en trap je heel makkelijk naar binnen. Ideaal om dus comfortabel in die wagen te komen. En hier zien we ook zo'n mooie noviteit van die 732. De verbrede deur die erin zit. Uiteraard gaat de deur ook mee met de centrale verrendeling. Een groot raam zit erin. En hier zien we een coupé instap. Waardoor je dus geen elektrisch opstapje nodig hebt. Je stapt er eigenlijk zo in. En je bent binnen in een woonruimte die is ongekend. Maar daar gaan we daar even naar kijken. Kom hier aan de zijkant. Dan zien we hier al mooie details van de koelkastventilaties. Dat betekent dat er een grote koelkast in zit. Waar het ook gelijk opvalt dat de tunnelluifel is op de zijkant van het dak als ware gemonteerd. Hij is afgeschuift. Dus hij valt mooi binnen de wagen. En hij is uitgerust met die indirecte verlichting. Super sfeervol. Dus je hebt altijd als je op de camping zit, heel mooi lichtspel op buitengrond op die camping. Kaderramen zijn standaard bij die Cruiser serie. Heel belangrijk voor een goede isolatie. Isolatie zijn die LMC's top in. Zo'n LMC opbouw is gebouwd met de Long Life technologie. Dat betekent ook 12 jaar waterdichtheidsgarantie. Er zit geen hout in de wanden, dus vocht krijgt geen kans. Vandaar die 12 jaar garantie op. Waar vroeger hout moest zitten, wordt tegenwoordig een soort van kunststofprofielen gebruikt. Met XPS schuim, wat een hele goede isolatie heeft. En wat ook een mooie wetenschap is, in heel Scandinavië is LMC eigenlijk al jarenlang marktleider. En dat komt dus door die isolatiekwaliteit, mocht je auto kwaliteit. Als we daar verder omheen lopen, zie je hier nog weer zo'n mooie extra vergrote velg. En die heeft dus dan maar net 1100 km gelopen, dat is ongekend. Hier zien we die garage met die hekafsinkel. Dus die garage is verlaagd. Dat betekent dat de fietsstrijk er zo in kan. Dit model heeft uiteraard twee grote garagedeuren, links en rechts. En nog extra opbergvakken. Kom eens aan deze kant met de camera. Lichtpunten aan beide zijdes. En dan zien we extra opbergvakken. Aan de linkerkant, hier boven de rechterkant. Daar nog een vak dat je makkelijk in de campergedeelte kunt komen. En hier zien we nog een paar mooie vulkussens. Die zijn ervoor om dat voorzit ook een best van te maken. Dus je hebt dan een echte vierpersoons camper met vier zitplaatsen tijdens reizen, maar ook vier slaapplaatsen. Nog een hele mooie afslaapende achterkant, dat is de Thule Lift. Dit is een fietsendrager. Op het moment dat ik hem uit zou klappen, kan ik dus twee e-bikes meenemen. En ik kan hem met een slinger eigenlijk op deze hoogte ongeveer zetten. Waardoor ik dus heel makkelijk de fiets erop kan zetten. En ja, die kan ik meenemen op vakantie, als ik de camper ergens heb staan, kan ik met de fiets veel makkelijker om, dan heb ik veel meer ruimte. Hier heb ik dus ook dat mooie detail in die spoiler achterop, hoe die achteruitrijcamera is verwerkt. Dat is ongekend. En dus dat Long Life technologie heeft nog een groot voordeel. Die wanden en dat dak is van GFK materiaal. Dat betekent dus dat het een hagelbestendig gedeelte is wat dat betreft. Super solide en is ook zeer goed in de afwerking. Dat zijn de mooie highlights van die buitenkant van die camper. Nu gaan we even naar de binnenkant. Kijk, de reisbuddy waarmee je op stap gaat. De cabine van die 732 Cruiser. Dit is dus die nieuwste Fiat Ducato 8. We zien een mooi digitaal dashboard. Als ik hem open doe, gaat de deur ook open. Kun je ook zien dat hij op dit moment dus exact 1128 km gelopen. Dus bijna nieuw. Ongekend. Je hebt een mooie stuurbediening erop zitten. Je hebt de elektrische ramen zitten er uiteraard op. Spiegels zijn elektrisch.
Wij van Meerbeek hebben hier ook een hele mooie media pakket in laten bouwen. Dus hier is de nieuwste Zeenek in. En die heeft dus een radiofunctie. Hij is uiteraard ook Bluetooth, dat je gewoon je eigen muziek kunt kiezen. En achteruitrijcamera zit er ook op. En uiteraard je telefoon kunt er ook makkelijk mee verbinden. Er zijn vier mogelijkheden in één apparaat. Zit er standaard gewoon in, van Zeenek. Automatische airco is uiteraard standaard. Hier zien we die 9 traps automaat. Wat is een super fijn weggedrag geeft, waardoor je comfortabel eigenlijk door heel Europa heel goed kunt reizen. Bairlock zit er ook maar standaard in. Dat is vaak een vraag voor de meeste verzekeringsmaatschappijen, zit er standaard in. En uiteraard die Remis cassettes. Kijk, deze kan ik zo dicht doen. Kan ik ook aan de zijkant doen hier. Dus op het moment dat we dus... Je zegt, ik ben op de camping aangekomen. Het wordt warm, je wil gaan slapen. Op een hele mooie manier kun je die complete cabine afsluiten. Dat is ideaal van die LMC Cruiser. Standaard natuurlijk skydakraam zit erin. Geeft heel mooi licht in de wagen die erin zit. Goede ventilatie ook. Is natuurlijk ook voorzien van een verduistering en een hor. Het loopt werkelijk als nieuw, maar dat kan niet anders. Verduistering zit er ook in, compleet. En hier zien we, als we naar die zijkanten kijken, zien we een paar mooie indrukken al van het interieur van die cruiser. Ook die indirecte verlichting, er is een heel mooi lichtplan ingebouwd met ongekend veel kastruimte. Als ik op deze stoel zit, kun je het zo zien, ik kan zo van de rijstand naar de woonstand gaan eigenlijk. Ik kan hem heel makkelijk draaien. De stoelen zijn ook op alle manieren in hoogte verstelbaar. Super comfortabele stoelen van die nieuwste Fiat Ducato 8. Dat zijn een mooie paar highlights van die cabine van die Cruiser 732. Nu gaan we even naar de woonruimte. Loop maar even mee. De woonruimte van die 732 Cruiser. Laat de camera maar rustig omdraaien. Dan zien we dus een heel mooi meubelwerk met een lichte kastplek. Mooi licht hout met een klein zilver mat biche afgewerkt. We zien ook het indirecte verlichtingsplan heel goed naar voren komen. De lampen zijn nu mooi aan. Heel goed schakelbaar, dus heel erg veel verlichting erin. Alles is LED. Het is ook makkelijk te bedienen, ook op 12 volt zeg maar. En dan zien we dus ook hier nog zelfs spotjes, die zijn zelfs uitneembaar. Heel leuk detail, zo kan ik ze ook verplaatsen op de railnet waar ik ze graag hebben wil. Dus makkelijk ingebouwd. We zien hier uiteraard nog allemaal schakelaars, zodat je makkelijk schakelen kunt. De speakers van het Zeenek systeem zijn doorgebouwd naar de cabine zelfs, dus je hebt overal mooi geluid. Maar bergruimte, dat is ook altijd belangrijk als je gaat kamperen. Kijk, ik zal zo'n kastje open doen, dan zullen we zien hoe mooi die indeling is. Overal zijn er weer plankjes in gemaakt voor de bergruimte wat dat betreft, dus kun je makkelijk bij. Hier heb je de keukenkast, ook veel bergruimte. Die plankjes zijn modulair eruit te halen, dus je kunt het ook een makkelijk verplaatsen als je wilt. Heel goed hangen en sluiten. Ze sluiten echt als een deur, ongekend. Hier zien we die L-zit zitten, dus hier kun je dus comfortabel zitten. Het voordeel van die L-zit is dat je die stoelen dus goed kunt draaien. Je kunt het makkelijk met de benen op de bank. Dat geldt voor de bestuurder, maar ook voor de bijrijder. Daarom heb je hier, dat noemen ze dat vijfde stoeltje eigenlijk bij zitten, waar je dus extra ruimte hebt. En deze ruimte is dus die tafel kun je laten zakken en kun je compleet ombouwen als een bed. Je krijgt hier dus twee extra slaapplaatsen, waardoor ook de kinderen of kleinkinderen makkelijk mee kunnen. Woonruimte. Luxe zit er ook uiteraard in. Hier zien we een mooie LED-televisie zitten aan een Sky TV-steun. Die is zelfs te gebruiken omdat die ook makkelijk naar buiten gedraaid kan worden. Slim gemonteerd. Dus wil je dan buiten wat kijken, dan kan dat. Dan wil je naar de slaapkamer toe, kan dat ook uiteraard. En naar de zit zien we zo mooi naar voren zitten, waardoor je heel veel kijkmogelijkheden hebt. Dan gaan we hier verder naar de keuken. Dan komen we hier aan bij de grote Tedford koelkast. En dit is een nieuw model. Die is dan 140 liter. Die heeft een hele grote deur aan koelruimte hier. Met een vriesvak hierboven. Laat de camera eens even rustig meedraaien. Een mooi groot vriesvak zit erin. We zien boven het vriesvak nog zelfs een oven in zitten. Ook standaard van Tedford. Het is een soort van tech tower, maar Tedford is dadelijk. Als ik hem hier aanzet, zien we een hele mooie verlichting naar voren komen ook. En hier, dat is ook ideaal. Deze la is speciaal ontwikkeld. Hier kunnen 9 grote frisdrankflessen in. Dus je kunt er makkelijk inzetten. Ze blijven ook heel goed gekoeld, want kou zakt naar beneden. Dus super efficiënt. En hij hem aanzet. Wat nog heel mooi detail is. Vroeger was dat een beetje een geklungel om van 230 volt naar 12 volt naar gas te komen. Maar op al die drie mogelijkheden werkt zo'n koelkast. Deze nieuwe types hebben een automaatfunctie. Dus dat betekent als u hem op de automaat zet, dan weet de koelkast zelf of je aan het rijden bent. Dat het dus via dynamovoering wordt geladen. Of de stekker erin zit dat het via 230 werkt. En is er al bijna aanwezig, dan probeert hij gewoon op gas aan te gaan. Je houdt altijd de boel koud tijdens de reis. Hoef je zelf niet meer over na te denken. Elke keuken zit erin. Maar wat zie ik hier? Goed afgewerkt. Spiekijzeren pandekseldragers. Nou, je ziet dat dit eigenlijk, is het überhaupt gebruikt? Ik vraag hem af. Goed. Elektrische ontsteking zit erin. Als je deze naar beneden klapt, heb je ruimte om spullen af te zetten. Een mooie verdiepte spoelbak met een snijplankje standaard erbij. Warm en koud water zit er natuurlijk in, uiteraard. Hier dubbele stopcontacten, dus ook al je apparatuur kan makkelijk aan de stroom.
En hier zien we dan weer een stukje afwerking geworden, dus de laders. Allemaal voorzien van softclose, dus ze sluiten heel soepel. Hier heb je alle apparatuur en boeken erbij. Dat gaan we jullie allemaal uitleggen als je deze camper bij ons aanschaft. Helemaal compleet. Hier dan weer bij de keuken op. Drie grote laders. Dus met heel veel bergruimte. Alle laders zijn voorzien van een anti-grip. Dus als je je spulletjes inlegt, blijven er goed op de plaats liggen. Beschadigt het ook verder niet. Dus dat is heel mooi. De royale L-keuken. Hier komt nog een mooi detail van deze camper. Ik kan die camper eigenlijk in tweeën delen. Als je van het strand komt en je wil je bijvoorbeeld even omkleden of je wil naar het zwembad toe, werk ik snel even wat privacy. Hè? Dat kan heel makkelijk. Ik trek deze deur dicht, dan doe ik hem dicht. En dan zeg ik dat gedeelte van de camper afgesloten. Kom, nu gaan we naar de andere kant. Ja, kijk, dit is de andere kant van de camper. Dus dit is eigenlijk het slaapgedeelte, douchegedeelte en toiletgedeelte. Dus door die deur dus makkelijk deelbaar te maken, kun je zien dat hier een ongekende ruimte bij je wc ontstaat. Waardoor je dus heel goed kunt gaan zitten. Allemaal mooie gelijkvloers ook. Maar het is gewoon ruimte voldoende. Ik kan de deur natuurlijk dicht doen als ik wil. Voor de maximale privacy. Maar zo is het ook wel heel prettig zitten. Dat je verder echt op jezelf bent. Bergruimte zit er natuurlijk in. Mooie kastjes afgewerkt hier. Merk van die elastieke spanbanden. Dat de boel op de plaats blijft staan. Heel erg goed over nagedacht de LMC. Hier bergruimte onder de wasbak. Ook hier het warm en koud water. Stroom is over nagedacht. Standaard ook weer zo'n kaderraam met ook ventilatie op je wc. Zie je niet zo vaak met een raampje, dus dat is wel heel erg mooi uitgevoerd. En zelfs de plisséhor en de verduistering zit erin. Dat zijn dingen die zie je alleen eigenlijk in het topsegment waar we hier over praten. Topsegment camper. Dan gaan we naar de bedden. De bedden zijn royaal. Die zijn 2 meter bij 80. Als ik hier zo op ga liggen, kun je zien dat het echt heel ruim is. Maar het is een hele goede softtech matras met een lattenbodem eronder. Dus ik heb 2 echt gigantisch royale enkele bedden. We zien ook heel veel ruimte ontstaan naar boven. Dus hier een mooie afleggerschap hebben gemaakt. En de bergruimte zit hier achter de kastjes. Dus als ik dit open doe, kunnen we hier zien. Hier zit weer een boel bergruimte en spulletjes kwijt kunt. En dan zie je weer het mooie afwerkingsniveau met de leeslampjes eronder. De indirecte verlichting bij het hoofdeinde. En dit kussen, dat is ervoor. Je kunt bij die enkele bedden een bedverbreding toepassen. En dan kan ik dit uittrekken. Leg ik die matras erop en dan krijg ik een bed van 2x220. Een soort van lichtweide in je eigen camper. Dat is al ongekend waar je in Europa ook bent, hè. Ik zou hem zelf meestal gebruiken als 2 aparte bedden. Kun je makkelijk in en uit die camp. En dan zien we hier nog een mooie afwerking van voor het bergruim. Grote laders erin gemaakt. Waar je makkelijk al je spulletjes kwijt kunt. En hier is eigenlijk nagedacht over de hangkast. Kijk, hier was ze in. Hier ontstaat een gigantische ruimte. Ik ga het bed omhoog doen. Dan gaat dus je kleding gaat gewoon mee omhoog. En dan heb je hier dus een hele mooie royale echt hangkast die echt groot is. Die met de gasveer ook open blijft staan. Dus komt er wat meer gewicht aan, maakt het niet uit. Eén leuk foefje, hij hem dicht wil doen, dit even indrukken, dan gaat hij weer naar beneden. Nou, dat zijn een paar mooie highlights van die slaapkamer van die LMC camper. En dan tegenover het toilet, waar de cameraman nu staat, hebben we dus een complete douche. Met ook een houten vlonder erin. Nou, dat hele systeem is dus, bij LMC zit daar zo'n Truma combi boiler in. Die Truma combi boiler die zorgt dus voor de verwarming van die camper. En dat gaat op gas, dat is heel efficiënt. Een combi 6, zo'n zware ketel is er ook. Die goed vermogen heeft, heel veel met die winterspotmogelijkheden te maken. Maar hij zorgt ook altijd voor 10 liter warm water die altijd direct beschikbaar is. Ik zal die apparatuur even laten zien. En dan gaan we even naar de unieke prijs van deze camper. Want dit is echt een one of a kind. Kom, we gaan even naar voren van de camper weer. Kijk, hier komen we bij de centrale bedieningspanelen aan. Dit is een standaard paneel van LMC. Waar je dus heel veel dingen op af kunt lezen. De conditie van de opbouwaccu, de conditie van de startaccu van de Fiat. Watertankniveau, vuilwatertankniveau. Klok kun je natuurlijk instellen. Temperatuurmeter zit nog eens naar beneden draaien. Kun je ook makkelijk bedienen. Hier kun je de waterkraan nog makkelijk uitzetten. Dat is eigenlijk voor de winter. Als je met de winter weg wilt zetten, je wilt het water zeg maar, uit de watertank hebben. Kun je alles stoppen en ontluchtingen losdraaien. Maar dan moet de pomp eigenlijk niet gaan lopen. En die kun je hier uitzetten. Ideaal voor het aftappen. En hier zien we die E-Net Ready. Dit is dus van die combiketel van die Truma. Als ik deze dus gewoon aanzet. Ik zet hem gewoon op 22 graden bijvoorbeeld. Als ik dat een aangename temperatuur vind. Dan gaat nu die hele camper vanzelf naar 22 graden. Dat is ideaal afgewerkt. En wil ik hierna nog weer mijn ketel gaan verwarmen, dus mijn boiler. Dan zet ik hier gewoon hot of boost of eco. Net hoe ik het graag wil. En ik heb dus al op dat met 10 liter warm water paraat. Dat is een hele comfortabele manier van in het voor- en na-seizoen reizen. En dat je dus altijd voldoende warm water hebt voor het douchen wat dat betreft. Dat zijn een heleboel informatie van de binnen- en buitenkant. Nu gaan we naar deze unieke prijsstelling. En dit is ongekend. Als je deze camper nieuw af fabriek zal kopen met al die opties. We hebben er even een paar hier uitgelicht. Dan moet je denken, je hebt die 140 pk Fiat 8. 9 traps automaat.
Echte klimaatcontrole van Fiat zit de standaard op. De grote garage, de Zenek, natuurlijk die enkele bedden met de skyroof, die fietsendragende lift, de zonnepaneel zit er zelfs op. Dan komt deze wagen compleet uit fabriek op bijna 130.000 euro, om exact te zijn 128.160 euro. Deze is nu zeg maar een jaar oud, hij heeft dus 1100 kilometer gelopen, gegarandeerde kilometerstand, kunnen we aanbieden voor een verkoopprijs van 96.995 euro. Dan heb je dus deze wagen, wij gaan hem afleveren inclusief nog de behorende fritsgaranties. Van Fiat loopt er nog een jaar door en die waterdichtheidsgarantie van LMC loopt zelfs 11 jaar door nog, dat is uniek. Dus jij bent geïnteresseerd in deze mooie camper van LMC, nog een paar mooie gewichten is ook nog, zo'n wagen weegt ongeveer 3000 kilo. Hij heeft een lengte van 7,55, dus je kunt hem met een normaal rijbewijs gewoon rijden, gewoon een B-rijbewijs. Dan heb je een laag vermogen tot 3500 kilo. Maar deze is gebouwd op het heavy chassis. En het heavy chassis betekent dat je tot 4 ton mag. Dus wil je eventueel meer laden, laat je hem omkeuren van 3500 kilo naar 4000. Daar gaan we u mee helpen als u er zelf niet weet hoe het werkt. Maar dan kan het dus naar 4 ton. Dat is uw keus. Dus ja, meer kan ik er op dit moment eigenlijk niet van vertellen. Wil je nou wat meer informatie, ga eens naar meerbeek.nl. Kijk wel of die beschikbaar is, want er is er echt één van. En ja, als jullie geïnteresseerd zijn, kom naar onze showroom. Gaan wij graag alle ins en outs vertellen van deze topcamper van LOC. Ik zeg tot ziens in de toekomst.